Waar het een paar aandachtspunten waar we het hier in ons programma van de Akkerbouwvelda vooral op hebben, is betere spuittechniek. En dat heeft vooral te maken ook met betere indringing in het gewas, de middelen krijgen op de plaats waar je het hebben wil, maar ook minimale drift- en emissievermindering. En een van de voorbeelden daarvan dat we nu laten zien is bijvoorbeeld de nieuwe wenksprayer. En de wenksprayer, dat wil zeggen dat er dus om de 25 centimeter doppen zitten. En dat er een plaat voor zit die vlak boven het gewas gaat, zodat het gewas eigenlijk een beetje open komt. En dat het middel mooi met de kleine doppen in het gewas komen met fijne druppeltjes, goede bedekking hebben en daardoor betere effectiviteit. En dat is vooral van belang, ja, als je ook harder wil gaan rijden en een betere effectiviteit hebben en minder verliezen wil hebben. Dus een van de voorbeelden is dit wenksprayer systeem. Arie Hoebe van Wenksprayer heeft dit zelf verder ontwikkeld, dat het ook eenvoudig is. En ja, dat het ook relatief goedkoop is. Dus wat dat betreft ook een goede tegenhanger, denk ik, van het luchtondersteuningssysteem, zoals we dat hier op andere plekken op de demonstratie hebben gezien. Dus dat is één. En wat we een ontwikkeling zien, dat is vooral uit het buitenland, dat men harder wil gaan rijden met de spuiten. Meer capaciteit wil halen, want de bedrijven worden groter. Nou, dat kun je doen door harder rijden. Maar dan is vaak, en dat hebben we gezien bij de metingen de afgelopen dagen, dat dan de indringing duidelijk minder wordt bij harder rijden. En wil je dat beter houden, goed genoeg houden, dan zit je vast aan een of een wenksprayer of luchtondersteuning of aan high speed doppen, zoals ze dat noemen, die naar voren spuiten en ook naar achteren. En dat is eigenlijk de volgende ontwikkeling dat we zien, daar gaat het toch wel wat naartoe. Hier in de polder denk ik een beetje minder, want hier gaan we in de richting niet van 27 meter met harde rijden, maar gaan we naar 33, 36, 42 meter werkbreedte. En dat past hier weer. En dan is met 6 km per uur heb je ook al voldoende capaciteit. Als we hier zien op deze Lemke spuit hebben we nu dus de high speed dop van Agrotop gemonteerd. Een relatief kleine dop 0,25. Je ziet hier de spleetjes dat het naar voren en naar achteren spuit. Dus dat is het grote voordeel moet het zijn, dat je dus in een open gewas betere indringing krijgt. En Lemken heeft dit nu gecombineerd hier met deze dop. En hier op deze machine zit ook automatische sectiesluiting. En daar zien wij ook een hele snelle opkomst van. Mensen die op dit moment een nieuwe spuit kopen, daarvan zijn er eigenlijk een heleboel die zeggen, ik heb GPS op mijn trekker. Ik zorg dat de machine automatische sectiesluiting heeft met GPS. Dus dat houdt in als je een geer hebt, dat automatisch de secties dichtgaan en dat je zo weinig mogelijk overlap hebt en dat je ook niet buiten het perceel spuit. Maar vooral die overlap dat je die niet hebt, heb je dus ook geen overdosering in het gewas, dus ook geen schadelijke gevolgen daarvan. En dat heeft nogal wat voordelen, hebben we gemerkt. Dus als je, bij ons advies ook eigenlijk is, als je dus voor de aankoop staat van een nieuwe spuit, let daar duidelijk op, automatische sectiesluiting, goede doppen erop, emissiearm, driftarme doppen en zorg ervoor dat je er ook het resultaat mee haalt. Want we zien in de praktijk nogal een keer dat er dan wel de driftarme doppen opgezet worden, maar dat ze niet goed gebruikt worden. Daardoor toch te veel emissie. En dat zien we hier ook op de stand van Waterschap Zuider-Zeeland. Daar worden er nog te veel middelen, gewasbeschermingsmiddelen gevonden in het oppervlaktewater. Dus blijkbaar is de techniek die we nu toepassen als akkerbouwers niet altijd voldoende om te voorkomen dat er dus gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater komen. Nou, we zien vooral dat op de erfsituatie nog wel winst te behalen is. En dan praten we vooral over, ja, zo, dat noemen ze dan puntlozingen. Dus dan kun je denken aan het vullen van de veldspuit of het stallen van de veldspuit. Ja, en als dat niet op een goede manier gebeurt, heb je toch een kans dat het, het reinigingswater of hemelwater wat verontreinigd is met middelen in het oppervlaktewater terechtkomt. We hebben wel het idee dat er steeds meer bewustwording voor komt. Nou, dan proberen we ook op deze dag daar gewoon nogmaals weer de aandacht voor te vestigen. Want er zijn uiteindelijk ook regels die bij wet zijn geregeld. En daar kun je natuurlijk ook heel streng op gaan handhaven. Maar goed, we proberen eerst in het voortraject daar voorlichting over te geven. En op die manier dat men zich daaraan gaat houden. Nou, ik denk dat het ook begint met om een goede was- en vulplaats aan te leggen. Dus en dat is ook gewoon belangrijk om dat goed aan te leggen. Wat je nog wel eens ziet is van dat men een waspas aanlegt, alleen dat dat niet goed is uitgevoerd voor het reinigen van een veldspuit. Want bijvoorbeeld een bezinkput haalt geen gewasbeschermingsmiddelen uit het water. Dus dan zul je dat toch apart moeten gaan opvangen en dan zijn we aan het onderzoeken. In samenwerking met PPO die dat ook trekt om te kijken of je dat water kunt zuiveren door middel van een zogenaamde biofilter. Hier ziet u een demonstratiemodel van het biofilter. Het biofilter maakt gebruik van biologische afbraak van gewasbeschermingsmiddelen in het afvalwater. Maar dit is de eerste tank, dit is dus de vuilwatertank. Het vuile water
met de resten van gewasbeschermingsmiddelen wordt met een pompje wat weer aan een tijdklokje zit, wordt langzaam over het biofilter gepompt. Nou, u ziet hier dat het water wordt door middel van grove sproeidoppen verdeeld over het substraat. Nou, dat is een paar keer per dag wordt er een kleine hoeveelheid op dit substraat gebracht. Het water zakt langzaam door het biofilter. Het biofilter bestaat voor de helft uit gehakteld stro en dat is gemengd met potgrond. Dat kan ook met compost en een beetje grond van het perceel. En door die samenstelling zitten er bacteriën en schimmels in die mix. Ik kan wel even wat laten zien. Nou, dit is dus de mix. De helft gehakseld stro, de helft potgrond compost en wat perceelsgrond. En de bacteriën en schimmels die hierin zitten, die breken de gewasbeschermingsmiddelen af tot onschadelijke producten. Nou, het water zakt langzaam naar beneden. Water wat niet verdampt is, dat loopt via die slang naar de derde bak. En de derde bak is de plantenbak. Die heeft twee functies. Eventuele restjes van middelen, die worden hier alsnog afgebroken. En het water wat nagenoeg schoon is, het wordt door die planten wordt het verdampt. Nou, die planten zijn zo uitgekozen dat ze tegen een stootje kunnen en goed veel water verdampen. En op deze manier haal je voor lage kosten, maak je afvalwater schoon en verdamp je het restwater. En dan ben je dus eigenlijk van je afvalwater af.